30.000 mensen hebben een donorformulier opgevraagd naar aanleiding van BNN's grote donorshow. En de verwachting is dat dat aantal nog verder toeneemt. Gisteravond schreef BNN televisiegeschiedenis. De grote donorshow bleek één grote publiciteitsstunt. En de hele wereld trapte erin. Het reclameblok werd zelfs onderbroken op het Britse Sky News. Some fascinating breaking news coming out of the Netherlands. That program which you're seeing the live pictures of coming out of the Netherlands, it was a hoax. Breaking news was het op de buitenlandse zenders. Now an update to a story we've been following on CNN this week. It's been revealed that the Dutch television show purporting to feature a dying woman deciding who will receive one of her kidneys is a hoax. Uiteindelijk bleek het hele opzet vals te zijn. En inderdaad, na ruim een uur donorshow kwam gisteravond de aap uit de mouw. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. De donor bleek een actrice, de drie patiënten waren echt, maar zaten in het complot. We're trying to get this issue into the public domain and raise its profile. They've succeeded, haven't they? Well, they certainly did. You've only got to look around me here. The extraordinary... Onethisch, onsmakelijk. De kritiek was afgelopen week niet van de lucht. Zelfs van de premier. Vandaag was hij milder. Op zichzelf is het ongelooflijk positief als mensen formulieren gaan invullen. Dat is heel erg goed. Alleen de vraag is of dit dan het beste instrument is. Daarover kunnen we mening verschillen. Maar laten we in ieder geval nu de discussie vooral voeren zoals die gevoerd moet worden. Zorg dat er meer aandacht komt voor dit ongelooflijk belangrijke thema. Sinds gisteravond hebben 30.000 mensen een donorformulier aangevraagd. Die moeten ze dan natuurlijk nog wel opsturen om ook echt donor te worden. Maar BNN is tevreden, want het donortekort staat in ieder geval weer volop in de aandacht.